van Willem. Heel goed, heel goed. Terwijl muziekvereniging David afmarcheert vanaf de Nederlands Hervormde Kerk in Oosterwolde, staat voor mij Annemarie van het Hof, de kerstverse nieuwe voorzitter van de Oranje Vereniging Oosterwolde. Goedemorgen. Goedemorgen. Als eerste natuurlijk even op deze Koninginnedag, bijzonder in Oosterwolde. Wat is er allemaal gebeurd vanmorgen sinds 9 uur? Vanaf 9 uur, we zijn begonnen met de aubade. En de kinderen komen dan altijd samen met muziekvereniging David vanaf het dorp lopen. En daar gaan ze dan achter de muziek aan naar de kerk toe. En voor de kerk wordt de aubade afgenomen. De kinderen zingen dan samen met de muziek en alle mensen die hier zijn verzameld koningsliederen. We hebben de kleuters altijd nog op een versierde wagen. Die komt er ook zojuist aanrijden. Ja. Die zal straks wel in beeld komen. Ja. En die wordt dan versierd door de ouders van de school. Die staat ook altijd mooi opgesteld, zodat de kinderen dat ook goed kunnen volgen allemaal. We hebben dit jaar ook op school een wedstrijd gehad om een gedicht te schrijven. Naar aanleiding van Kroningsdag. En die gedichten... Er zijn de mooiste uitgezocht en die zijn ook zojuist door de kinderen opgelezen. Okay. Spannend? Ja. Voor de kinderen dan, hè? Voor de kinderen wel, ja. Ik denk het wel. Ja, zeker. Dus, het ging allemaal prima. Het ging gelukkig goed, ja. Dus, en nu gaan we dan achter de wagen aan en dan gaan we de kroningsboom onthullen, de linden. Dus dan moeten we met de burgemeester Hoogendoorn moeten we daar naartoe en dan kunnen we daar de linden gaan onthullen. We zullen burgemeester Hoogendoorn even vragen wat zijn bevindingen zijn geweest van de dag van vandaag. Om even te onderhoren hoe dat hij de ervaring heeft gedaan met de vandaag kerstverse nieuwe voorzitter van de Oranje Vereniging Oosterwolde. Goedemorgen als eerste. Ja, goedemorgen. Weer in functie, want de ambtsketen is weer om, zie ik wel. Ja. Vanmorgen wat gedichtjes voorgelezen, gehoord. Nieuwe ervaring? Nieuwe ervaring. Overigens, het is ook een heel mooi initiatief van het Oranje Comité in Oosterwolde om dat te doen. En dat hebben we ook al vanuit het gemeentebestuur mogen belonen namens het Nationaal Comité met de zogenaamde Oranjestrik. Ja. De droom van de toekomst voor ons land en voor ons koningshuis is in de gedicht ook heel mooi verwoord. Het was mooi dat het zo vanmorgen ook ingepast kon worden in het programma van de aubade. En zo hebben ook alle mensen hier in Oosterwolde mee kunnen genieten van de gedichten die het heeft opgeleverd. Kinderen hebben dat ook mooi voorgelezen. Ik vond het heel mooi. En trouwens sowieso, de hele aubade hier in Oosterwolde is een feest om mee te maken. Kleurrijk, feestelijk, mooie liederen, een gezellige sfeer. Echt passend bij wat ik eigenlijk ook in mijn toespraak heb gezegd, vrijheid en saamhorigheid. En daar mogen we met elkaar ook heel dankbaar voor zijn.
Annemarie, succes als voorzitter zijnde. Eigenlijk hoor ik je net zeggen dat je pas volgend jaar een intrede doet. Heel wel. Ja. Ja, dit is wel mijn eerste officiële optreden. Na Koninginnedag komen er ook niet zo heel veel activiteiten. Dat begint pas weer na de zomervakantie. Ja. Dus dan heb ik toch de meeste dingen ben ik al ingewerkt. Succes. Dank je wel. Ja. Koninginnedag 2013. Voor mij staat Carlo van Dijk, wethouder gemeente Oldebroek. Vanmorgen is er het een en ander in Oldebroek gebeurd qua onthulling. En daar kan misschien de wethouder veel meer over vertellen. Over een schilderij van de jongerenorganisatie Oldebroek. Ja, we zijn nu bij het cultuurhuis, maar vanochtend zijn we begonnen bij de Hulle. Op het plein bij de Hulle is met muziek van Concordia de ochtend begonnen. En dan hebben we het Wilhelmus gezongen voor toen nog onze koningin. En daarna heeft Erna van Hornsveld samen met kinderen het schilderij onthuld. Wat ze de afgelopen weken hebben gemaakt. Van koning ondertussen Willem-Alexander en koningin Maxima. En mooi omlijst met allerlei kleine tekeningen die de kinderen de afgelopen weken hebben gemaakt. Hoe is het allemaal gebeurd? Want we hebben alleen foto's van het gebeuren. Kun je woordelijk beschrijven wat je hebt gedaan? Ja, wat ik gedaan heb is samen met Erna een doek. Wat overigens ook weer mooi was beschilderd. Van het schilderij afgetrokken, zodat iedereen het kon zien. En wat daarover gezegd, het is werkelijk prachtig. We gaan ook een mooi plekje voor dat schilderij zoeken op het gemeentehuis. Want het is aangeboden aan het gemeentebestuur, dus aan de gemeenteraad en aan het college, om op een mooie plek in het gemeentehuis op te hangen. De bedoeling is dus dat dit gaat worden in het gemeentehuis. Maar waarom was dan de onthulling bij de Hulle? Vanochtend is de obade van Koninginnedag in Oldebroek is begonnen bij de Hulle. En op zo'n mooi moment is ook dat het mooie moment om zo'n schilderij te onthullen. En ik weet niet of dat nou dat onthullen bij de Hullen, of dat nog bewust is gekozen. Je zou daar ook nog wel wat achter kunnen zoeken. Dat schoot je net in gedachten. Ja, precies. Nou ja, ik zat een tweet te typen en ik dacht op een gegeven moment van ja, zeg ik dat nou goed, onthullen bij de Hullen? Of kun je daar nog iets van maken? Ik heb het maar even zo gehouden. Maar het past mooi bij elkaar. Waar is het schilderij nu? Het schilderij is meteen door de bode en de beleidsmedewerker cultuur afgevoerd naar het gemeentehuis. Daar is het veilig. Het was een zwaar schilderij, maar ook kwetsbaar. Dus we moesten dat meteen even op een veilige plek zetten. Dus dat is nu in het gemeentehuis. En zodra het gemeentehuis weer open is, gaan we zoeken naar een mooie plek om het op te hangen. Zodat iedereen het ook goed kan komen bekijken. Nu sta je bij de cultuurhuis. Van waar? Om 10:00 heb ik hier in de Rabozaal de abdicatie, weer zo'n woord, waar je tong over kan struikelen, bekeken met de mensen hier. En ondertussen gaat het feest hier in volle gang. Ik hoorde net iets over het attractiepark dat geopend gaat worden en de rommelmarkt. En de kinderen die bonnetjes kunnen komen halen voor allerlei lekkere dingen. Dus er is hier wat te beleven en dan ben ik er graag. Vanmiddag komt hier nog wat in en andere voorstellingen, daar wil ik graag bij zijn. Ja, daar heb ik woensdagmiddag kaartjes voor gehaald om samen met de kinderen en met alle andere mensen hier een voorstelling te komen bekijken. En ik ben benieuwd wat dat gaat brengen. Succes! Dankjewel!